Hallo en welkom bij Pols Model Train Staff. Het is kerstavond. Als het goed is, kijkt er niemand. Zit iedereen met zijn familie aan het avondeten of in ieder geval kerst te vieren. Voor diegenen die wel kijken. Ik had vandaag iets speciaals willen doen, maar ik heb geen idee wat dan. Daarbij is het ontzettend druk geweest met en de verkoop van dingen aan de ene kant en het werk aan de andere kant. Dus ik houd het beperkt vandaag tot het laten zien van een klein stukje nieuwe baan wat ik heb aangelegd. Omdat ik een van de redenen dat ik begon met de verkoop is omdat ik zoveel treinen overal had liggen. Heb ik een nieuw stuk baan neergezet waarbij ik een heleboel in ieder geval kon neerzetten op een wat veiligere plek dan ergens in een hoekje. En toen ik dat had aangelegd kwam ik tot de conclusie dat het nog steeds niet genoeg was. Dus ik heb te veel was de conclusie. Nou, normaal gesproken film ik dus hier met wat dingetjes zodat ik weet hoe het allemaal in elkaar zit. Rommeltjes en Lego en soldeer en weet ik wat. En dan daaronder staan ineens een heleboel treinen. En dit is vanaf de zijkant bekeken. Er staan hier een heleboel ketelwagens. Een heleboel containerwagens. Een mooi opstelspoor daarvoor. Een stuk van een talies. En een heleboel kalkwagons heb ik hier ook neergezet. Die stonden nog op de onderkant van mijn baan. En ik moet toch te vaak mijn baan openhalen. Nou, vanaf hier loopt dat langs alle kabels door het rek heen richting de tafel. Dit is het tafeleind. Kijk, hier staat ook nog een radionlok klaar om alles eruit te halen. In Wisselstraat ligt hier. Zo. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 sporen. En het gaat hier onder door. Hier kunnen nog wat meer spulletjes als ik ze kwijt moet. Roebel wat ik hier heb liggen. Dit is mijn monitorstand. En daarachter loopt de spoorlijn door. Achter de speakers. Over de tafel heen. Hier aan deze tafel doe ik regelmatig voorbereidingen. Dan zet ik dingen in elkaar. Of als ik ergens voor moet zitten en wat meer ruimte heb. Ja, je zou niet zeggen dat dit ruimte is. Maar heel veel van deze spullen kan ik makkelijk aan de kant schuiven. Dus dit stuk spoor wat hier over de tafel heen loopt. Is dus ook een stuk spoor wat ik makkelijk kan demonteren. Laatste stukje wil ik nu even aan het vastzetten. Maar deze hele plank hier. Die kan los. En hier in de hoek met de bloemen voor toekomstige bomen zit de aansluiting op mijn baan. Deze aansluiting komt dus net voor de wissel van het opstelspoor wat nu leeg is. Wat onder mijn treinbaan zit. De aansluiting komt hier achter in de bocht, niet goed te zien. Ga daarna over in de normale baan en het zit net voor de wissel met mijn wisselstraat die hier onderdoor loopt. Dat is ook weer opstelsporen zijn. Op dit moment lege opstelsporen. En hiervoor zit de snelheidsmeter en de elektronica voor de aansturing. Daarachter zit de helix en hierbovenop is het een zootje. Hier moet ik echt nodig opruimen. Ook een Deutsche Bahnen ligt er nog. Die moet ik nog steeds afronden. Ik ben aan het wachten op een stuk veer wat uit China gaat komen. Dat kostte me 1 euro per 3 meter in plaats van 1,5 euro per klein stukje. Ja, dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen prettige kerstdagen. En volgende week is er, als het goed is, een samenvatting van het afgelopen jaar. Dat zal een stukje makkelijker zijn om te regelen dan een kerstvideo, want ik heb helemaal geen kersttreinen. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. En
Like en subscribe en reageer. Ook als je nog vragen hebt ergens over. En tot snel.